Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een van mijn video's. Ik wil het graag met je hebben over deze braam, de braam Dima of ook wel Tiny Black. Dit is namelijk een ideale braam om in pot te houden. En waarom die dan ideaal is en hoe die verschilt van andere bramen, dat vertel ik je na de intro. Nou, ik sta hier dus naast de braam Dima en dit is een hele bijzondere braam. Het is namelijk ook een beschermd ras uit 2017. En het ras is in Moldavië gevonden en daarna de naam Dima gekregen. Maar hij is ook wel populair onder de naam Tiny Black. Nou, het is een heel andere braam dan gewone bramen. Want waar gewone bramen meterslange lopers maken en ook de hele tuin doorgaan, heeft deze een hele andere groeiwijze. Dat komt door een genetische afwijking, een natuurlijke genetische afwijking. Waardoor deze veel compacter en bossiger groeit en minder van die lange takken maakt. En dat zie je nu al. Hij heeft eigenlijk hier heel veel korte takjes met daarin direct fruit. Nou, dat is natuurlijk een ideale afwijking als je op zoek bent naar een plant om in pot te houden. Want deze kan je in pot zetten en dan heb je een mooi compact struikje vol met bramen. Ideaal voor op balkon of terras. Nou, verder is het een zachtzure tot zoete braam met middelgrote vruchten. En hij geeft fruit op tweejarig hout. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Aan het eind van het jaar mag je niet alle takken afsnoeien, maar kort je takken in en verwijder je de oudste takken en takken die dat jaar nieuw zijn gegroeid. Die laat je zitten, want die geven volgend jaar bramen. Dus niet helemaal terugsnoeien, want dan heb je een jaar geen fruit en dat is natuurlijk zonde. Het is ook een relatief vroeg rijpende braam. Het is nu de tweede week van juli en nu kan je echt al de eerste bramen plukken. En die pluk je nog 2 of 3 weken door. En dat is heel erg vroeg voor een braam. Nou, plant wel een iets grotere pot dan deze, dus ongeveer 2 maatjes groter dan dit. En geef hem ook goed water. Wil je meer weten over het houden van bramen in pot? Dan hebben we daar een speciaal artikel over in onze blog, waar je alle informatie vindt. En die zet ik natuurlijk in de links hier beneden. Nou, wil je meer weten over het verzorgen van planten, bramen en specifiek in potten? Neem dan een kijkje dus op onze website. En wil je deze plant graag kopen? Dat kan natuurlijk ook. Kom dan gezellig langs bij ons in de winkel in Boskoop, dan helpen we je graag verder. Of je kan deze plant natuurlijk ook online bestellen op www.fruitbomen.net. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.